Hey boys, vandaag weer een nieuwe bij Andy in de auto. Vandaag met Brian Linssen van Vitesse. Dus goed bezig, heeft al een paar keer gescoord en heeft al veel clubs gehad. Dus ik ben benieuwd naar zijn verhaal. En bedankt weer voor het kijken en abonneer even. Dank je. Was je de weg kwijt? Het is partij druk, jongen. Het is er niet normaal. Wat goed? Goed vinden, ja? Lekker. Ja, het is de weg. Druk, ja, man. Ja, weer gek van. Nu die feestdagen zo komen eraan. Alle mensen zijn gek. Door Nijmegen ook. Fucking druk. En dan is hier ook nog dat ding dicht ook nog. Wat? Ja, die poort. Oh. Maar jij woont op Venlo? Ja. Rij je elke dag op en neer naar Arnhem? Ja. Oh, hoe lang is dat rijden? 50 minuutjes of zo. Oh, meen je? Valt wel mee. Oh, ja, valt wel mee, ja. Jawel, dat is gewoon prima te doen, hoor. Ja. Maar toen in Groningen dan, ja, dan kijk, die rijden nee, natuurlijk. Nee, Groningen gewoon. Groningen ook wel leuk? Jawel, leuk stadje, absoluut. Ja, jawel, jawel. Nee, gewoon een leuk stadje. Hè? Ja, studentenstad, maar zoveel kreeg je er ook niet van mee. Dus nee, niet heel vaak toch. Nee. De stappen doe je niet veel? Doe je wel stappen? Af en nee, toe? Af en toe, niet, ja. Niet vaak. Nee. Vooral nu, joh, de eerste seizoen zelf, daar hebben we er geen tijd voor gehad, man. Alleen maar voetballen. Maar je gaat wel goed, je hebt al 6 keer gescoord. Ja, dat klopt. Lekker, maar je scoort best wel veel, hè, voor een buitenspeler. Ja. Want bij Heracles ook. Ja, 10 en 11 volgens mij. Ja. Klopt. En bij Groningen is ja niet zo. Is dat allemaal niet zo mee. Tweede jaar wel, wel redelijk. Wie was de trainer dan bij Van der Looy. Eerste jaar, tweede Van der Looy. Faber. Faber, ja. Ja. En ja, toen ging het op laatst wel lekker. Volgens mij 9 goals of zo. 10 wedstrijden of iets. Hier. Op laatste, ja, toen ging ik even, moest ik even aanzetten. Ja. Moest ook transfertje afdwingen, toch? Ja, moest je een keertje aanzetten, hè? Ja. Natuurlijk, ja, goed hoor. Ja, ja, ik was ook buiten spelen, maar volgens mij heb ik maar één keer zoveel. Wat is dit nou weer dan? Ja, jongen, ik zeg toch nog. Wat een stad is dit, ik ben gek van. Nijmegen. Oh. Ja, ik kom er ook niet vaak. Nee. Weet je op voor die auto achter ons? Die had je wel gezien, toch? Ja. Ja, ik heb hem wel gezien. Wat dacht je dat ik hem 99 zou gooien? Ja, ik weet het niet, ja. Het is zo hoog, joh. Ik kan er niet overheen kijken. Ja, je bent best wel lang, hè, met die kleine beentjes. Ja. Ja, ik zei wel met FIFA. FIFA doe je veel. En wat was dat nou? Dat soldaat? Call of Duty. Oh, Call of Duty. Ja, die is wel mooi. Ja, wel, ik vind het wel leuk om te doen, maar als mijn vrouwtje thuis is of zo, dan kijk ik wel eerder wat met mijn vrouwtje doen in PlayStation. Oké. Okay. Ja. Ja. Het is gewoon af en toe een beetje lachen, toch? Ja, je moet toch een beetje ontspannen. In Groningen waar ik ging, liep het echt. Ik zat alleen maar alleen, jongen, dan was het alleen maar. Ja, maar dan is het van, smiddags 2 uur tot 1 uur s'nachts. Ja. Maar dat ding. Vierkant over. Dat gaat snel, de tijd gaat ook sneller, hè? Ja. Dat is niet normaal. Maar dat is fijn ook. Ja. Want anders lig je alleen maar op de bank en op die tv is bijna niks op. Nee. Ja, jij kwam er vorig jaar af en toe op. Dat was leuk toen ik er was. Leuk. Ja, dat was leuk. Hoe lang was dat? Een uurtje plezier. Dat was ja. Ja, maar, dat is, maar ook, doe je dat ook als je zeg maar trainingskamp bent en zo? Nee, neem ik dat ding niet mee. Nee? Nee. Oh, ik denk gaat de tijd ook snel. Ja, wij doen veel pokeren. Ja? Ja. Oké. Okay. Bietje. Ja, dat is ontspannen toch? Bietje doet mee. Bietje, ja? Maar hij zegt altijd, mijn geld kan toch niet opraken. Dus ja. Wie zegt dat? Bietje. Ah, wel. Bietje. Je weet het. Bij de hand dat hij is, jongen. Ja, bij de hand. Mijn geld raakt niet op. Nee, moet je maar eens opletten. Kijk naar mij, gek. Dat dacht ik ook. Ja, mijn geld kan toch niet op. Nee, boven 12 miljoen weg. Godsamme. Gaat snel dan. Ja, dat gaat snel. Ja, maar ik was getrouwd ook en zo, weet je, al de gezeik. Ja, dan raakt het ja, dat gaat snel. Gaat snel, kopen huizen, even autootjes. Of huurhuizen van zoveel duizend euro's in de maand. Ja. Wat je helemaal niet nodig hebt. Dom gedoe allemaal. Oh man. En even kijken, je hebt net een contract getekend, hè? Ja, ik heb nu nog 2,5 jaar. Lekker. Ja, nee, lekker, ja. Mooi clubje, Tess, hè? Leuk clubje. Ja. Ik had het niet verwacht eigenlijk, nee? Als ik eerlijk ben. Nee. Natuurlijk toen ik daar. Voordat ik daar ging tekenen, natuurlijk wel een beetje gaan kijken van rondgevraagd van wat voor club het is. Ja. Maar je hebt heel snel idee van ja, jongens van het buitenland, van Chelsea, Russische eigenaren, weet je wat is er voor een club. Maar
Ja, het heeft me echt vanaf het begin, nu nog steeds, verbaasd me erover. Ja. Hoe warm het eigenlijk wel is. Gewoon, we hebben echt een leuk team. En ja. Ook die buitenlanders, die passen er gewoon echt goed in. Je hebt gewoon contact met iedereen, lol met iedereen. Ja, dat is gewoon leuk. Maar dat is ook wel belangrijk, ja. Echt een leuke club, jongen. Ja. Echt. Ja, ik ging er vroeger altijd, jongen. Als ik 8 jaar ging met mijn vader naar Vitesse, ging ik daar kijken, al die wedstrijden van Vitesse. Ja. Op Monnikenhuizen was dat toen nog. Nam mijn vader mee. Dat ken ik niet. Nee, dat ken jij niet, hè? Nee, jongen. Nee, ja. Toen was ik nog niet geboren. Nee, jongen. Hoe oud ben je? 38. Ja, maar moet je kijken, man. Jij bent 26? 27. 27. Dus het scheelt wat, hè? Ja, het is 11 jaar. Dat is wat, hè? Oh, tijd gaat echt hard. Maar hoe lang? Je bent nu 2 jaar met je vrouw? Of 3? 2 jaar. 2 jaar, hè? Oké. Okay. En geen plannen voor kinderen of zo, of wat dan ook? Nee, dat komt nog wel, denk ik. Bij mij wel in ieder geval. Ja, het is nog wel eigenlijk een beetje te kort. Ja, hè? Weet je, ik... Ja, kijk, je zou zo'n kind als jou erbij krijgen, hè? Zo'n jongetje. Dat moet je niet hebben. Nee, dat moet je niet hebben. Nee, ja. Godsamme. Zielig voor dat kind. Ja, zielig. Absoluut. Zielig voor mijn vriendin, wat denk je daarvan? Ook. Ja. Maar linksbuiten, is 10 is ook niet positie voor jou? Ja, ik heb eigenlijk altijd op 10 gespeeld. Ja, hè? Toen bij VVV, ook in de Eredivisie nog, speelde ik 10. En toen kwam linksbuiten kwam van alles. Iedereen geblesseerd, geschorst, was een stopver. Oh, dank u wel, mevrouw. Ja. Ja, iedereen raakte geschorst en geblesseerd, waardoor eigenlijk nood moest ik eventjes een keertje linksbuiten tegen Feyenoord. Oké. Okay. Toen wonnen we met 2-1 en ik scoorde. Meen je? Wie was de rechtsback? Volgens mij ook nog assist. Ja, wie was die rechtsback, joh? Die was zo slecht, joh. Ik kan me niet meer herinneren. Vandaar dat je... Nee, ik weet niet meer wie rechtsback was. Nou ja, en toen volgens mij, toen dacht hij, laten we hem daar staan. Yeah. Ja, vanaf toen alleen maar linksbuiten. Nu af en toe weer, zoals afgelopen weekend tegen Twente. En dan spelen we een 5-3-2 en dan stond ik weer op 10. Yeah. Maar het is wel altijd weer eventjes schakelen, hoor. Als je ergens heel lang speelt, op gefocust hebt en dan weer een andere positie. Even wennen weer, hè? Even wennen. Ja, ik ben niet echt zo'n typische linksbuiten. Ik ben niet iemand die, zoals jij was, zeg maar, up te langs en hem ervoor geven. Nee, ja. Niet met je snelheid? Nee, ja, maar sowieso super snel ben ik ook niet. Niet? Nee, valt. Je oog wel altijd snel. Ja, ik kom kleine benen, joh. Ja, hè? Ja, gaan sneller. Hè? Ja. Nee, ja, ik moet zeggen, ik ben wel redelijk slim, zeg maar. Dus ik heb wel loopacties en zo. Dus als ik dan al onderweg ben en die anderen moeten beginnen, ja, dan... Ja, dat is ook. Dat is slimmigheid, ja, precies wat je zegt. Dat had die Liedman ook altijd. Ken je Jari Liedman? Ik heb wel, hè? Ja, wordt van gehoord. Die was ook niet... Nee. Ja, nee, maar... Die was ook heel langzaam, maar die wist ook al van tevoren van... Hey, als ik de loopactie ga maken, ben ik weg. Dan halen ze hem nooit meer in. Weet je, nou, ik moet zeggen, op korte afstanden ben ik wel redelijk snel. Maar weet je, die lange afstanden, als je echt 40, 50 meter moet gaan sprinten, dan zie je vaak wel dat die andere gasten... Inhalen weer. Ja, weer wat inhalen. En dat komt omdat hun passen zetten van 2,5 meter en ik van 1,20 meter. Ja, halve meter. Halve meter. Ja, zo is het. Ja. Dus je met de eerste meters ben je gewoon heel erg snel. Dat is gewoon, ja. En veel scoren. Wel rechts? Links? Rechtsbenig. Rechts, hè? Ja. Oh, links niet? Jawel, links kan wel. Ik heb niet helemaal niks van links. Ja, links kan wel, maar je moet er niet bij nadenken. Als je gaat nadenken, dan gaat het. Ja, precies, ja. Dat is het. Dat is echt zo, ja. Op training ook altijd. Soms ging ik zo geforceerd schieten. Ging ik, oh, dan ga ik daar. Ja. En dan de tweede keer dacht ik, godverdomme, weet je wel. Ik schiet gewoon keihard met die goal, ik zie het wel. En dan pas ging hij erin. Stijf te kruisen. Ja. 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 Mooi. Maar je hebt wel veel topclubs gehad al, hè? Ja, alleen maar topclubs. Ja, de echte wel goed. Ja, maar weet je, toen ik bij City zat. Ja? Bij City? Man City. Ja, ik had dingen te weten, hoe heet je? De PlayStation. Ja, die trainer die geloofde niet in mij. Mancini? Ja, Mancini, die geloofde niet. Nee, die mij ook niet. Nee? Nee. Die zei tegen mij ook, Andy, je bent de beste rechtsbuiten van Europa op dit moment. Ik speel nog geen ene wedstrijd. Dat nam ik weg hier, anderhalf jaar oprotten. Gek met zijn sjaaltje en goed in zijn haartjes. Ja. Dat was zo mooi, jongen. Die Davids die speelde bij mij, speelde samen bij Inter. Maar voordat je zeg maar, bij Inter moet je ook altijd de thuiswedstrijden al in een hotel, hè? Ja, ja. Dus dan ga je al een dag van tevoren en die wedstrijd is altijd 20:45 s'avonds, de volgende dag. Dus dan zit je echt gewoon 2 dagen in een hotel. En die Davids,
die kijken. Dan wordt er in de kleedkamer bekendgemaakt wie op de tribune zit en wie op de bank en wie er speelt. En komen we die kleedkamer in bij San Siro, zegt die Mancini tegen David. Ja, jij moet op de tribune, zei die David tegen hem. Luister, volgende keer moet je me niet meer meenemen, hè? Luister, niet meer meenemen de volgende keer. Ik zeg, dan ga ik maar trainen of wat dan? Zei hij tegen die trainer, Mancini. Ja, is goed. 3 dagen later, precies hetzelfde verhaal. Zat hij weer op de tribune. En ik dook op die trainer af, pakt die zijn arm vast. Iedereen ertussen wou niet beslapen. Ja? Ja. Maar de volgende ochtend, toen moesten we trainen. Dus die spelers die niet gespeeld hadden, die moesten trainen. Dus wij begonnen met trainen en ik, die trainer zei, jij gaat een partijtje doen, ik doe ook mee. Nou, dat had hij nooit meer doen. Moet je als trainer zijn en niet doen. Oh, maar zo dom ook, hij doet Davids tegenover hem, zet hij hem. Toen zei Edgar tegen mij, let op, ik geef hem zo een doodschop, dat is niet normaal. Ik zeg, laat hem gaan man, laat hem gaan. Hij zei, nee, ik schop hem dood. En één keer die bal, die Mancini kreeg de bal van, hij zegt, van achter kwam die, hè, dames weer erin. Wat? Afrikaans tackle erin. Oh, die trainer die lag, hè, die schreeuwen. Schreeuwen, oh, zo ging die op het veld uit. Zei die tegen mij, ik zei het toch, ik geef schop hem dat. Wat gek, jongen. Oh, die Mancini. Maar vaak zijn er wel de toppers, hè, die ook gewoon een grote bek hebben tegen de trainers. Gewoon zeker van het zitten. Ja, ja. Die Suarez doet dat ook. Als je ziet, als je bij Uruguay zat hij of waar zit hij? Ach ja. Dat is het ding, de koud aan. Ja. Van wat denk je nou gek? En shit neergooien en zo. Ja, shit weggooien. Ja. Maar ja, dan weet je wel wat je eraan hebt, weet je wel. Zo'n gozer. Ja. Die gewoon straight to the point is en niet achter je rug om gaat lopen lullen. Dat is wel mooi. Ja, maar ik moet zeggen, het voetbal gaat ook beter nu. Ja. Zeg maar gewoon omdat ik. Vastigheid heb. Vastigheid. Ik hoef. Je weet wat je hebt. Ik ben ook weer een keer wat dichter bij mijn familie. Dat is ook lang geleden. Ik was iedere keer ging ik weer verder het land in. Ja. En dat is ook gewoon een keertje lekker. Dat ik nu dadelijk als ik hier bij jou het uitstap, ga ik naar mijn moeder toe. Ga ik daar een hapje eten, weet je wel. Als je in Groningen zit, ja, kan het allemaal niet. Nee. Ben je afhankelijk van je vrije dagen en dan moet je iedereen gaan opzoeken in je vrije dag. Die je wil zien. En op je vrijdag wil je eigenlijk ook eigenlijk een keer rust hebben, weet je wel. Dan wil je ook niet weer in de auto zitten en dan weer vanuit Groningen daar. Maar ja, Groningen was weer saai, jongen. Ik reed, voor iedere vrije dag, jongen, reed ik iedere keer weer terug naar Limburg. Ik had op 2 jaar tijd 130 of 140.000 kilometer. Met de club van de auto? Mercedes. Met de auto van de club bedoel ik? Ja, met de club van de auto. Ik had die Mercedes helemaal afgeracht. Ja? Ja, joh, dat... iedere keer weer datzelfde stuk. Oké, dat is normaal. Ja, maar wat ik zei, dan heb je eindelijk een dag rust en dan ga je in die auto zitten, weet je wel, de hele dag. Om die familie te zien. Ik heb ook een tijd gehad dat ik niet speelde. Ja, en als je niet speelt, jongen, word je helemaal gek. Hè? Dan denk je echt van, wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Zit ik hier helemaal alleen? En denk je ook wat van, weet je, ik verdien misschien wel iets meer dan vrienden van mij of weet ik van wat. Maar ja. Word ik hier nou zoveel gelukkig? Ja, ja. Weet je wel? Ik zit hier op de bank, ik zit hier alleen. Ja. Ik voetbal niet. Ik train alleen. Ja, en dan op vrijdagavond feest zijn met een vriend van mij en die zegt, ja, ik ga even een drankje doen. Ik kan niet, ik moet morgen op de bank zitten bij Groningen. Ja, dat is fijn. Dat is moeilijk hoor. Ja, dat is echt moeilijk. Moet je nagaan als je in het buitenland zit. Ja. Helemaal erg. Ja, maar buitenland heb ik wel nog zoiets van, je bent wel echt weg. Snap je? Groningen kon ik nog op en neer rijden als het echt moest. Het gevoel van, ik kan er nog heen. Het is mogelijk, weet je. Als je in het buitenland bent, dan denk je, ik kan niet nu eventjes... Het is niet mogelijk. Dus die optie die kan uit je hoofd. Ja, dat is zo. Dat is ook zo. Ik zou wel nog een keer graag naar buitenland willen. Ja, waar zou je heen willen? Ik zou wel naar Amerika. Amerika? Ja, dat vind ik wel cool. Oké. Okay. Of een land met een beetje zon. Ja. Ja, Amerika is ook wel mooi hoor, die MLS. Weet je, ik kan niet zeggen van ik wil naar Engeland toe of naar Spanje of weet ik veel wat, weet je. Ja, ik kan dat wel zeggen. Als jij gewoon doorgaat zoals je nu aan het doen bent. Ja, ik moet doelpunten maken. Dus aanvallen zijn, dan wordt je afgerekend op je rendement. Dan tuurlijk, zeggen, die acties, assistjes, goals. Dat is wel vrij hoog bij mij, gelukkig. Ja. Maar ja. En heb je je ook wel kunnen laten zien in Europa nu? Nou, ook 2 doelpunten kunnen maken. Ja. Dus dat is wel, daarom is het ook wel zo belangrijk om Europees voetbal te spelen, weet je. Ja, dat is zeker belangrijk. Ook mooie wedstrijden, man.
Ja. Je hebt Champions League gespeeld natuurlijk, maar Nederland zelf al, weet je, dat is natuurlijk weer net wat anders. Ja. Maar het zijn wel mooie wedstrijden. Ja. Met Nederland zelf al aan. Is dat geurig? Nederland zelf top. Ja. Jij staat ook in het team, dat is ook niet normaal. Ja. Echt, man, echt een goed elftal hoor. Mooie, mooi. Ja, Davids is ook, Kluivert, Stam, De Boer, Cocu, Van der Sar. Ja. Echt, ja, gewoon top is. Van Nistelrooy. Ongelooflijk. En je hebt nu, jullie zijn gewoon 2 dagen vrij. Ja, 2 dagen vrij. Lekker hè? Ja, lekker. Maar we hebben niet zo, gek veel vrij gehad. Hè? Ja, wedstrijd Europa. Ja, we hebben ook een week gehad, gewoon 2 weken ineens door trainen en voetballen. Ja. Dus dan, als je dan een keer jongen, 2 dagen vrij hebt of zo, jongen, dat is dan echt, is echt lekker. Man. Ja, en wie is, zeg maar, Vreese, hoe is hij? Want hij oogt altijd op televisie zo een beetje cool en zo. En, is hij wel een beetje, of is het gewoon hoe hij is op televisie, zo is hij? Ja, Vreese is wel, hij is pikkelhard ook, hè? Ja. Is pikkelhard. Ken je hem al spelen? Nee, ik ken hem niet spelen. Ja, die door muur heen heb ik wel. Zo, dat is niet normaal, hè? Ja. Die gozer die ging overal tegen, die had scheid aan alles, hè? Ja. Bam, kletsen, erop kletsen. Ja. Nee, maar dat zie je nu ook nog wel. Hij is gewoon hard, hij is gewoon gek door zee, zegt precies wat hij denkt. En, ik moet zeggen, dat heb ik nog niet vaak in trainers gezien, hoor. Die dat hebben. En, het is wel een vechtertje. Ja, dat is hij. Ja, absoluut. Was hij ook als voetballer zijnde ook? Ik vind hem wel een goede trainer, absoluut. Oké. Okay. Ja, dat is jammer dat hij weggaat. Ik vind hem ook wel relaxed eigenlijk. Ja. Ja, nou maar kijken wat je ervoor terugkrijgt. Ja, nee, ik heb gelezen dan dat hij weggaat. Ja, ik weet het niet, joh. Ja, hij heeft dus schijnbaar gisteravond gezegd of zo. Hier kan je toch draaien, of niet? Ik ben gek of zo. Ik heb een draaizieker van de veerboot, gek. Die auto. Ja. Nou, wat denk je dat je Ferrari rijdt of zo? Gewoon rustig blijven, gewoon een BMW'tje. Ja, geen BMW'tje, dat is goed wel. Ferrari, ja. Oude tijden. Ferrari, echt alle Ferrari's, Mercedes, Porsches, Lamborghinis, en alles. Nu. Ja, alles. Ben je gek voor auto's? Ja, ik vind het zo leuk. Ja. Goed hoor. Maar deze die is van de club, hè? Die Audi die nu. Die Audi is van de club. Ja. Dat is ook wel een mooi. Wat is dat? Een A7? A5. Maar A5, ja. Ja, rijdt goed. Ik had hiervoor ook een A6 had ik. Super auto. En daarvoor had ik een A5. Maar rij je echt goed, hoor. Ja, rijdt top. Heerlijke auto. Maar ik las even wat anders dan. Want ik las over je vader ook. Toen je 2 was. Ja. Overleden. Toen ik 2 jaar was. Dus mijn vader overleden. Was 39. Hartstilstand in een auto. Oh. En ik heb 2 broers. Ja. En mijn moeder. Eigenlijk best wel een beetje te vergelijken, want ik was ook, ja, niet met mijn vader of zo, maar wel, dus je bent wel opgegroeid door je moeder alleen. Ja, door mijn moeder en door mijn broers, zeg maar. Echt, het was niet makkelijk bij ons. Mijn moeder was, die verdiende natuurlijk ook een 10.000 euro. Ja. En Edwin, dat was zijn oudste broer, die was 12. Patrick was 10 en ik ben nakomeling, ik was 2. Ja. Ja, weet je, dan is dat niet makkelijk, zeg maar. Dat is waar, hoor. Respect hoor, voor je moeder. Ja, absoluut. Ja. Ik nu ook. Ik ben echt wel een mama's kindje. Ja. Ik heb het ook. Precies, want ik ging met mijn moeder alleen naar Amsterdam. Want ik ging al in de jeugd naar Ajax. Als ik voor de C1 ging naar Ajax. Heb ze mijn andere zussen daar achtergelaten zo. Mijn vader en moeder waren gescheiden. Dus die liet ook alles achter. En die had ook geen geld. Dus ik kreeg elke ochtend 50 euro set mee voor een chocoprins. Ja, echt zo. Ja. Ging naar school van 9 tot 12. En kreeg ik 50 cent mee. Kon ik een chocoprinsje kopen. Ja. En dan, dat was het. Dat was het. En toen heb je waarschijnlijk gedacht van ja, wat is dit nou? Weet je? Nu denk je van, ik deed mijn beltegoed. Ja, ik moest beltegoed hebben voor mijn telefoon. Ja, mijn moeder had daar eigenlijk helemaal geen geld voor. Ja, als ze lag te slapen. Ja, dan zei ik, mam, kan ik wat geld pakken voor beltegoed? En als ze dan te bang werd te slapen, weet je, dan achteraf denk ik van, joh, ben je toch een klootzak geweest, joh. Oké. Okay. Ze had het zo zwaar, dan moet jij, dan ga jij ook nog, weet je wel, omdat jij denkt dat je beltegoed nodig hebt. Voor wat eigenlijk? Ik was gewoon nog 15 jaar, man. Ja. Voor wat heb je die telefoon eigenlijk nodig? Ja, eigenlijk helemaal niks. Nee, maar dan later denk je terug. Later denk je dan terug, denk je van, jezus. Ja, stom. Dan heb je er heel veel respect voor, hoe het allemaal is goed gekomen en... Mooi toch, dat is alleen maar waardering, man. Echt. Ja, zeker, absoluut. Super. Ah, wel mooi. Ik las dat toevallig ook. En,
Ik vond het wel erg. Dat las ik er ook. Ach man, vader overleden, zijn moeder. Ja, ik heb mijn vader nooit gekend eigenlijk. Nee, hè? Nee. Dus voor mij is het ook wel... Makkelijk om... Makkelijker, zeg maar. Ja, ik... Tuurlijk, je mist wel eens, weet je wel. Je wil ook je vader wel laten zien van wat je hebt bereikt en weet ik veel wat. Maar het is anders dan dat je hem verliest zoals mijn broers of andere mensen op leeftijd als je in de puberteit zit of zo. Ja, want je broer natuurlijk wel. Ja, die, hoe oud was die toen? 12 en 10. Ja. Oh, maar kijk hé. Ja, dus dan zit je er wel vol in, weet je. Dan krijg je alles mee. Wat een klap zullen die gehad hebben. Ja, dat was niet lekker. Och. Niet normaal, maar vind je wel mooi dat jullie zo met, zeg maar, één, met z'n vieren gewoon echt We zijn ook echt heel erg hecht, zeg maar. Echt, ik heb zoveel contact met mijn broers en mijn moeder wel en met iedereen. Gewoon, weet je, er komt ook niemand tussen of zo, weet je wel, dat gevoel. Maar, nee, dat is één cirkeltje waar jullie in zitten, voor de rest niemand. We gaan hier even bellen, gaan we tieners bellen. Even ouwe. Zeg eens een liedje van ons, Tienes. Ja. Kom, je wilt toch reclame? Ja, dat wil je, dikke hond. Kom, je wilt toch reclame, pik? Dat is gek, dude. Zit hij weer aan een frikandel speciaal? Waarschijnlijk wel. Een bako in zijn hand. Zit nu al in de café, denk ik. Hij heeft moeite met ons dan die telefoon te pakken, die dikke. Ja, hij zegt iedere keer FaceTime, hè? FaceTime. Ja. Jullie gaan maar FaceTime. Nu FaceTime we, maar hij weet hoe laat we hebben afgesproken. Ja, daar is hij. Tine! Wat een maloot is dit, hè? Dat een masker past, pik. Wat een mafketel, jongen. Hey! Ja? Wat een knappe kerel wat naast je zit. Ja? Echt, hè? Wie bedoel je? Ik, toch? Ja. Hoe is het? Goed, pik. Met jou? Ja, gezellig bij Andy in de auto, hè? Ja, leuk, man. Met jouw hoeren, hè? We hebben met jouw hoeren met hem, hè? Ja, doe ook. Maar luister, zing eens even een liedje voor ons aan. Een beetje reclame. Ja, een beetje reclame wou je, toch? Doe dan. Nee, joh. Ik heb het hele weekend gezongen. Ik ben er klaar mee. Ach, ze één liedje, man. Zijn jullie nou niet broers van de Bouwer? Waarvan? Van de bouwen ziet dat je de broers van bent. Ja, heb jij dat met zingen? Ja, we staan hier bij Holland Casino, dat kleine balletje dat... Hij kijkt heel dag naar zijn buik. Hij kijkt heel dag naar zijn buik. Heeft hij wel dingen meegenomen, Andy? Shirtje. Oh, een shirtje ligt in de auto, ja. Hij heeft hem wel goed vastgezet in de maxicozy. Vindt hij leuk, hè? Tegelijk, ja. Dat grapje, dat maakt hem een keer of 12. Ja. Ik zou zeggen, veel plezier met Lins in de auto. Ja. En ik zie jou sowieso donderdag weer, Andy. Ga de kantine donderdag? Ja. Gezellig, zie ik ook wel. Lins ook mee, Lins gaat ja, maar ook je mee. Ja, Lins kan donderdag als wel. Als hij zaterdag maar te voetballen, maakt het niet uit. Ja, als hij een keer geen wedstrijd hebt, kan hij meegaan. Ja, dan moet hij even meegaan, een keer lachen. Nou, ga het doen. Is goed, jongen. Fijne dag. Nou. Ja, ook, pik. Hou hem in de mond, hè. Die frikandel. Doe. Goeie keer. Mooi, gozer. Ja. Mooi, hè. Ik zit hier achter de PlayStation, die kneus. Ik heb daar shit zo even. Hey, pak hem even. Die ga ik even pakken. Ik ga daar maar heen, anders moet je zo lopen, hè. Moet je moe. Ja, is ver, man. Je kan daar... Kijk, of gaat die poort dicht hier? Ja, die gaat dicht. Oh. Moet hier naar binnen gaan. Hij kan nu achter die auto aan. Pas op dat je niet geblesseerd raakt. Hij is te laat. Kom even zitten. Moet ook nog dat erop ook nog? Even tekenen. Een shirtje. Ik denk niet dat iemand hem wil hebben hoor, man. Nee, denk ik ook niet. Moet ik hem tekenen voor je? Ja, mag. Neem hem weer naar. Doe hem vaak genoeg toch? Waar zou ik hem zetten dan? Wil je dat ik hem zet? Hier gewoon. Hier onder, ja. Ja, top. Goed. Top, jongen. Top, man. Bedankt. Dat was gezellig. Dankjewel, jongen. Ik zie je. De mazzel.